Ilse van Lauw, je tekent en schildert. Ja. Ja. Waarom doe je dat? Dat is een behoefte. Dat ik wil bijna iedere beleving wil ik vastleggen. En dat vastleggen, dat is bijna een ziekte geworden. Dan moet ik echt heel erg oppassen dat ik niet te veel wil. En waar komt die behoefte vandaan? Geen idee. En hoe lang heb je hem al? Al heel lang. Maar ik heb nou laatst een televisie-uitzending gezien van Jan Wolkers. En die bleek het ook te hebben. De kasten vol met beeldmateriaal aan film en foto's. En dus niet alleen tekenen en beeld houden, maar ook filmen, schrijven. Er zijn ook dingen, dat doe ik gewoon. Dat vind ik leuk. Hey, en wat brengt het jou? Een veel diepere beleving van iets. Leg dat eens uit. Nou, als je tekent zie je meer. Dus als je ergens gaat zitten en je zit daar dan een paar uur op hetzelfde plekje. Dan zie je dus dat hele, of het een landschap is of je zit langs een haven. Dan zie je daar niet alleen alles gebeuren, maar je ziet ook het licht veranderen. En je krijgt veel meer oog voor details. En dan zijn er dingen waarvan je eigenlijk niet wist dat ze bestonden. Die zie je dan en die kan je dan tekenen of vastleggen. En kun je alles tekenen of zijn er ook dingen waar je niet aan waagt? Ik denk dat ik eigenlijk alles wel gehad heb. Portretten ben ik niet zo'n ster in, maar ik kan het wel. Ja. Waar heb je het geleerd? Eigenlijk leer je dat jezelf. Ik ben wel naar school geweest. Ik was 15 toen ik met de trein twee keer in de week naar Middelburg reed. Daar had je een Zeeuwse leerhanger, noemden ze dat. En daar kon je leren voor LO tekenen. En toen deed ik dat al. Ja. Dus ik was ook heel snel, heel snel, toen ik 20 was, had ik mijn akte. Ik ga niet vragen wat je nou bent, maar je tekent al heel lang. Ja. Ja. Zijn er nog dingen die je nog nooit getekend hebt, maar wel graag zou willen tekenen? Dat weet ik nog niet. Hoi. Misschien op een van mijn reizen dat ik denk, dit is weer heel bijzonder. Daar ga ik weer eens even voor zitten. Maar ik moet toch nog wel wat reizen. Ja, om inspiratie op te doen. Maar ook gewoon voor de beleving. Ik vind dat ook gewoon leuk om, als je hier in je atelier blijft zitten, dan kom je niet zo ver. En als je op reis gaat en je ogen open doet en je camera meeneemt en je potlood en je papier, ja, dan gebeurt er van alles. En dat vind ik leuk. Kan ik jou terugvinden in jouw tekeningen en schilderijen? Je bedoelt aan mij als persoon? Ja. Ja, dan zou je kunnen zeggen ik ben altijd enthousiast. En dat zie je ook aan mijn werk. Qua kleur en qua hoeveelheid. En dat blijf je gewoon zien. Ja. Dat neem je gewoon mee. Het is open atelier bij jou dit weekend. Ja. Ja, waarom doe je dat? Ik ben gestopt met werken. Dus ik heb er nu tijd voor. Ik heb ook veel om te laten zien. Ik heb werk van de vakantie. Zijn we naar Zuid-Engeland geweest. De Lulwood Cove. Heb ik nu eens van de andere kant bekeken als alleen al varende. Het landschap van Devon, dat is ook heel interessant. En krijtrotsen natuurlijk. Hoe ga je dat dan vormgeven? Nou, daar ben ik nog een beetje aan het overdenken hoe ik dat nou precies ga doen. Maar de schetsen zijn er wel. Tot hoe laat vandaag kunnen mensen komen kijken? Tot 5 uur. Ja. Dus, en ook mijn werk, wat ik met Oerol heb gemaakt. Ligt ook te inzaag. Moet ik nog verder uitwerken. En misschien wordt het wel een boek. Maar ik heb daar zo leuk zitten schetsen. Al die voorstellingen. En heerlijk. Prachtige sfeer. En dat wil ik gewoon delen ook met iedereen. Dat is gewoon fantastisch. Dus ik heb een heel erg leuk leven.